Kijk op corona. Een speciaal programma over de gevolgen van de crisis voor 's-Hertogenbosch en omgeving. Wat betekent het allemaal voor de inwoners van onze gemeente? Vanuit het Sluishuis is dit Kijk op corona. Welkom hier bij Sluis 0 voor aflevering 24 van Kijken op corona. Morgen dus een jubileum zou je kunnen zeggen. Voor de tweede keer te gast Regine Kievits, coördinerend huisarts hier in de regio. Wat ik me afvroeg, bent u zelf eigenlijk getest? Ik heb vandaag inderdaad bloed laten prikken om te kijken of ik antistoffen heb tegen het coronavirus. U heeft een watje waarschijnlijk hier dan? Ja, ik kan hem zelfs nog laten zien. Hij zit er nog op. Ja, en dat vond u nodig? Ja, omdat ik natuurlijk iedere dag patiënten zie en een aantal weken geleden heb ik me even niet zo lekker gevoeld en ik wil heel graag weten of dat het virus was toen en of dat ik toch nog besmet kan worden. We blijven op 1,5 meter, dat kan niet anders met deze tafel die zo afgemeten is. We gaan zo meteen verder praten, maar we kijken eerst naar het nieuws en de omgeving van Den Bosch vandaag. We beginnen bij de beelden van vogelhuisjes, geplaatst om de zorg te bedanken bij het Jeroen Bosch ziekenhuis. Dat was vanochtend in alle vroegte. En ook in alle vroegte even verderop de Moerputtenbrug, de ochtendnevel is daar nog te zien. En bij Nobel even verderop weer, daar bij het Heetmanplein. Daar zijn ze bezig met de maaltijden voor de zorgmedewerkers. Dat doen ze daar elke dag. Topkoks bereiden dat daarvoor. Verderop bij de Vuchterweg bij het advocatenkantoor. Daar is een kasteeltje met uitzicht op de Bossenbroek. In de loop van de ochtend bezorgen medewerkers van de Wenergroep de pakketjes in de Rompert. En bij Silva Doetjes op de parade, zoals bij heel veel horecaondernemers, zijn ze flink aan de slag om de zaak te verbouwen. Dat geldt ook voor de draak bij het station en de fontein daaromheen. Daar is eigenlijk helemaal niks meer van over. Maar beloofd is dat ze allebei terugkomen. Ja, en gisteren maakte GroenLinks bezwaar in onze uitzending over Vertimec. Dat is een proef in strijd tegen de processierups. Die proef is van de baan, want het middel zou slecht zijn voor vogels en insecten. En die proef is dus van de baan, geen Vertimec meer. Als je een bos binnenrijdt hier bij de Vuchterweg, dan zie je deze lichtkrant met waarschuwingen waar we allemaal op moeten letten. En dan hebben we nog een tip binnengekregen van een van de Bosse horecaondernemers hoe het voortaan zou kunnen op het terras. Goedemiddag. Veel vragen komen er binnen voor onze columnist Huub van Makkelenberg en hij heeft op alle vragen een antwoord. We krijgen regelmatig wat kijkersvragen en een paar die wil ik hier beantwoorden. De eerste is een reactie van een kijker die vond dat ik wel veel verschillende schoenen aan had. Dat klopt, scherp gezien. Het tweede is een dame die had het verzoek, een vrijgezelle dame, of ik naar haar wilde knipogen in de camera. Bij deze. En de derde vraag of opmerking kwam van Hans Bonans. En Hans Bonans die ken ik als een zeer intelligente bossenaar. Die zich afvroeg waar de naam van het pand De Vlaszak vandaan kwam. En wat het dan precies was. Een vlaszak, beste Hans, is een zak waar je vlas in doet. Nou, ik hoop dat je wijzer geworden bent. En wat wel leuk is om eventjes te vermelden, is dat het pand vele verschillende namen gehad heeft in de historie. Ik zal er een paar noemen. Het Melkmeisje, Sint-Barbara, de Halve Maan en de Eierkorf en dan nu de Vlaszak. Het is ooit ontstaan toen besloten werd dat dit deel van de Hintermanstraat alleen nog voor auto's toegankelijk werd en dat deel van de Hintermanstraat winkelgebied werd. En om nou te voorkomen dat dit een vergeten deel werd, hebben ze het historische besef van de straat teruggehaald in onder andere het terugbrengen van de naambordjes van de huizen. Voor nu voldoende, Hans. Mocht je ooit zin hebben om er meer van te weten, kom dan bij mij gerust langs. Dan drinken we een biertje. Ik weet niet of je drinkt, maar dan praat ik hierbij. Afgesproken. Tot snel. Ja, Regine Kievits hier te gast, coördinerend huisarts hier in de regio Den Bosch. Van de week hadden we het Jeroen Bosch ziekenhuis hier te gast. Daar merkten ze dat het wel wat rustiger wordt. Is dat ook zo in de huisartsenpraktijk? Ja, het wordt wat rustiger met coronazorg. Wel weer iets drukker met andere zorg, andere noodzakelijke zorg. Komt dat nu meer dan?
Dat begint wat meer te komen, dat is denk ik ook terecht. We zijn ook wel druk bezig om te kijken of we dat de komende weken nog wat verder uit kunnen breiden. Want dat wil je graag, meer andere patiënten weer zien ook. Nou, je wil met name de noodzakelijke zorg, hè, die eigenlijk niet uitgesteld kan worden, die wil je toch blijven bieden. Ja. Klopt het dat als je veel ouderen in je huisartsenpraktijk hebt, dat je dan meer werk hebt? Ja, het lijkt me logisch in deze tijd. Ja, en we zien wel nog steeds veel coronapatiënten, nu juist ook in verzorgingshuizen en aanleunwoningen. Dat zijn mensen die we vaak niet hoeven te sturen naar het ziekenhuis, maar waar wij wel veel zorg aan kwijt zijn. Dat was deze week ook in het nieuws dat daar de grote drama's zich afspelen. Heeft u die ervaring ook, of hoort u dat ook? Ja hoor, het is echt nog niet over. Ja. Nee. We hadden vanochtend ook een coronapatiënt had ik aan de telefoon. En die zei van, ik heb eigenlijk nog wel een paar vragen aan de huisarts. Ze is thuis gebleven, dus niet in het ziekenhuis gegaan. Ja, ja. Ze zegt, mij onduidelijk hoe lang ik besmettelijk blijf. Ja. Wat wij aanhouden als huisartsen, maar ook het ziekenhuis, dus we hebben precies dezelfde richtlijn daarvoor, is als iemand langer dan 24 uur geen koorts meer heeft en geen klachten meer heeft, en dan bedoelen we luchtwegklachten. Dus hoesten of snotteren. Zij vroeg zich ook af, hoe moet ik nou met mijn partner omgaan? Dat blijf je ook op 1,5 meter afstand, lijkt mij. Zolang je die klachten nog hebt, moet je jezelf dus nog als besmettelijk beschouwen. Dan moet je zeker de 1,5 meter afstand behouden. Ja. Ja. En wat ik ook hoorde was angst, want corona ontwikkelt zich heel grillig. Allerlei klachten door elkaar en soms kan de situatie weer verslechteren. Heeft u die ervaring ook? Ja, en ik denk dat het daarom zo goed is dat die app er is, waar ik het vorige week ook over had. Want juist voor deze mensen die klachten hebben en bang zijn, is het ontzettend fijn te weten dat ze hun klachten kunnen bijhouden. Dat er iemand met ze over hun schouder meekijkt, zonder dat ze iedere keer de huisarts hoeven lastig te vallen. Ik moet het toch even uitleggen. Die app, hè, die kan gebruikt worden, ook hier in de regio. Die kun je downloaden. Ja. Daar kun je je klachten op kwijt. Kijkt een huisarts mee en jullie verzamelen gegevens over hoe corona zich ontwikkelt in deze regio. Ja, en als ik mag, Theo, zou ik nog één keer graag willen zeggen hoe je bij die app komt. www.huisartsenpraktijk.nl. Ja. Daar kun je je aanmelden. Nou bent u zelf getest, maar onder zorgend personeel is er grote zorg. Hè? Er zijn nu centra hier ook in de regio 2 waar je je kunt laten testen. Is die onrust er soms ook bij huisartsen? Ja, onder mijn collega's vind ik het meevallen, maar ik merk het bijvoorbeeld ook bij de mensen in mijn praktijk, bij de assistentes en de praktijkondersteuners, dat er natuurlijk toch wel angst heerst. Ja. Het RIVM zei van de week, wij tellen eigenlijk alleen maar mensen die echt aan corona overlijden als vastgesteld is dat ze corona hebben. Ja. Maar vermoeden is dat er veel meer mensen zijn. Huisartsen moeten dat gaan registreren. Wat vindt u daarvan? Ja, sinds kort, sinds ik geloof het begin deze week, en dat vind ik heel terecht. Want er zijn heel veel mensen die niet getest zijn. Er waren in die tijd ook de afgelopen weken veel te weinig testen daarvoor. Terwijl ze exact hetzelfde beeld hebben. Die mensen moeten we ook optellen. En dat doet u nu ook? Dat geeft u aan als mensen overlijden dat u verdachte omstandigheden vond in de zin van corona? Ja, zeker. Ja. Regine Kiewicz, bedankt voor vandaag. We hebben het de hele tijd over zaken die niet zo goed lopen. Maar sommige zaken, dachten wij, die lopen misschien wel goed. Want overal waar je komt in een winkel zie je van dat plexiglas, wat er tussen de kassière of de klant zit. Dus je zal maar een bedrijf hebben in plexiglas. Die was er in Den Bosch. Bij de supermarkten hangen ze al, maar nu komen ze ook bij ziekenhuizen, winkeliers en allerlei andere bedrijven. Dit soort transparante platen om verspreiding van het virus te voorkomen. Bij het bossenbedrijf Lakwijk Kunststoffen merken ze dan ook een enorme piek in de verkoop van deze zogeheten spatschermen. De vraag is bij ons gestegen van, ik noem maar even iets, van 20% naar 80%. En dat geldt ook voor de fabrieken. De fabrieken die kunnen de vraag niet aan. Alle transparante kunststoffen die gebruikt kunnen worden om tussen twee mensen te zetten of te hangen, ja, daar is nu al een schaarste in. En die schaarste wordt volgens de directeur een groot probleem. Ik denk dat wij eind mei, begin juni, dat we dan echt de schaarste gaan merken in Nederland. Die is er nu al, alleen dat proberen de fabrieken wel heel goed op in te spelen. Alleen uiteindelijk komt er een keer een moment dat ze afgerekend worden en dat er dus even geen materiaal is. Wie zo'n spatscherm dus snel wil hebben, kan bedrogen uitkomen. Nou, zo urgent dat als jij morgen om 3 mm plexiglas vraagt, dat ze zeggen, kom over een maand maar terug. Of zelfs van, we kunnen het nu niet leveren en wanneer wel, we zouden het niet weten. Op een gegeven moment houdt het op. En daarin horen wij nu al, als wij dus aanvragen doen naar fabrieken toe,
dat de fabrieken al zeggen van deze dikte hebben we niet, maar deze dikte kunnen we eventueel wel leveren. Ja, zolang als het duurt natuurlijk. Ja, beter een bedrijf in plexiglas dan een theater zou je zeggen, want theaters, muziekzalen, musea, die leiden enorme verliezen. Tot 1 juni zijn ze sowieso dicht en de schattingen lopen op tot zo'n 1 miljard euro verlies tot 1 juni. Twee theaterdirecteuren hier, Alex Kuhne van Theater aan de Parade, weet u hoeveel verlies dat u in ieder geval leidt? Nou, wij leiden een groter verlies als 500.000 tot 1 juni aanstaande. En dat zit vooral in het niet krijgen van je recettes, het verliezen van je horecainkomsten. En vooral een heel groot deel is dat we geen verhuurinkomsten hebben op dit moment. En wat geldt dat voor Jan van der Putten van de Verkadefabriek ook? Ja, alles staat stil natuurlijk. En normaal gesproken hebben we zo'n 150.000 euro omzet per week. En dat is nu nul. Ja. Daar heb je ook wel overigens wel wat inkoop tegenover staan, maar per saldo de helft blijft staan, ook na alle maatregelen. Dus tot 1 juni leid je alle verlies eigenlijk? Een verlies van 3 ton ongeveer, ja, dat loopt door. Ja. U bent nog maar net begonnen, zeggen we dan in Den Bosch, als directeur van Theater aan de Parade. U had zich denk ik wel een beetje anders voorgesteld in het begin. Ik had me voorgenomen en voorgesteld om met een heel veel lawaai tot 1 oktober het theater nog even op de kaart te zetten. Want 1 oktober gaan wij sluiten, want dan start de sloop van het theater. Dat gaat allemaal door, hè? Ondanks tot op dit. Heden, het is eigenlijk een beetje omgedraaid. Er is meer tijd op dit moment om te werken aan het project. Het projectteam loopt tijd in op dit moment. En alle klokken staan er nog op om gewoon te beginnen. Want kijk, het theater wordt pas weer heropend, of de nieuwbouw is klaar, in de zomer van 2023. En ik ga ervan uit dat dan alle problemen geheel opgelost zijn. Ja. Nou, u bent optimistisch, hoor ik. Jan van der Putten van de Verkadefabriek. Bent u al bezig, als je open gaat, hoe je dat zou moeten doen? Want het is duidelijk, je moet op 1,5 meter van elkaar afblijven. Kan dat in een theater? Nee, dat kan eigenlijk niet in een theater. Niet? Nee, dat kan eigenlijk niet. En er zijn een paar redenen voor. En dat is ook onze grootste zorg. Er zijn een paar redenen voor. Wat gebeurt er op het toneel zelf als mensen daar op 1,5 meter afstand moeten staan? Zeker nu. Dansers die met elkaar moeten dansen. Kan eigenlijk niet. Dus dat is al een enorm probleem. En vervolgens heb je zo'n afschaling van je capaciteit in de zalen. Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe mensen komen, of ze per 2 komen of alleen. Maar laten we zeggen, je houdt 30% over. Maar je kostenplaatje, dat zit natuurlijk eigenlijk nog bijna op volledig. En Theater aan de Parade, de grote zaal, als je daar op 1,5 meter van elkaar moet blijven, hoe stelt u zich dat voor? Kunnen we maximaal 152 mensen kwijt. En moet je je voorstellen dat je in die grote zaal met 152 mensen straks zit, er 1 of 2 artiesten op het toneel staan, die afstand is heel groot. En het verdienmodel is natuurlijk heel klein, want de productie die vaak op het toneel staat is vele malen duurder. Dus dat gaan wij niet redden. Dus eigenlijk zegt u, zolang die maatregel van 1,5 meter, hoef je eigenlijk niet aan theater, musical te denken in Nederland, in Den Bosch. Nee. Nou, niet in onze vaste opstellingen. Nee. Misschien, en daar gaan we ook wel nog wel met elkaar over praten de komende dagen, dat je iets anders kan bedenken in een andere opstelling, op een andere plek. Maar in zo'n die compactheid van die zaal, daar heb je echt een heel groot probleem. En waar denken jullie dan aan? Moet je aan Alex vragen. Ja, die denkt eraan. Die denkt ergens aan. U denkt er niet aan, u gelooft er niet in. Nee, jawel. Ik denk wat Alex zegt is eigenlijk, maar we hebben daar nog een concrete plan voor. Dat je kunt kijken naar buiten of andere opstellingen, veel kleinschaliger, waarin je die afstand misschien wel kan. We weten dat Boulevard ook op die manier aan het denken is. Maar laat ik zeggen, voor je reguliere bedrijfsvoering, en dat is natuurlijk nu allemaal gebeurd. Wij hebben 120 producties geschrapt, 300 verhuringen moeten schrappen. Dat is heel onduidelijk en onzeker hoe dat eruit komt te zien. Ja. En qua horeca, vanochtend horecaoverleg gehad met de mensen van de horeca ook. Ja, die zitten natuurlijk in hetzelfde schuitje. Wij zijn ontmoetingsplekken. Nou, daar kan je best tijdelijk iets in voorzien. Maar op het moment dat je op 1,5 meter afstand moet blijven, dan is dat vergroot je wereld, wordt een soort van verklein je wereld. Ja. En we kunnen best iets bedenken voor film. Maar jullie schepen een heel donker scenario dan, eerlijk gezegd. Ja, maar ik denk ook dat het echt heel somber is. En, in essentie doen wij natuurlijk een heel apart vak. Ja. Wij gaan met 300 of 900 mensen bovenop elkaar zitten om heel intiem iets mee te maken. En dat is op dit moment juist het grote probleem, dat we dat niet moeten doen. Ja. Ja. Nou is gisteren bekend geworden, het kabinet besteedt 300 miljoen aan de culturele sector. Ja. Juichen jullie daarbij? Ik vind het een heel mooi teken dat het kabinet Hebben serieus neemt. Hebben jullie er wat aan, laat ik het zo zeggen? Nee, dat is wel het andere probleem. Het kabinet legt dat natuurlijk in verschillende lagen uit. Dus voor de Rijksgezelschappen en de Rijksinstituten is het een hele mooie hulp. Maar ze verwijzen naar de lokale overheden voor onze hulp. Dus daar zijn wij mede van afhankelijk. Ja,
Dus dat is een combi. Daar zitten wel kansen in voor de stad. Omdat, laat ik zeggen, toonaangevende podia, festivals, filmtheaters worden genoemd. In die regeling mee worden genomen. Hoe, weten we nog niet precies. Hmm. Maar in ieder geval, in samenhang en in een matching constructie. Dus er moet er ook geld bij van de gemeente. Nou, dat kan je als straf zien. Kan je ook als winst zien. Dat je voor minder geld dingen in stand kan houden. Nou, hebben we morgen de burgemeester hier te gast. Wat kan de gemeente voor jullie doen? De gemeente moet iets doen? De gemeente kan kijken. Voor alle instellingen vind ik in deze stad. Kijk, er worden hele grote verliezen geleden door instellingen. Hoe kan je als gemeente helpen om die verliezen mee af te romen? En dat zit hem bijvoorbeeld in anders omgaan met huurpenningen. Of dat gaat over dat je mogelijkheden geeft om een aantal zaken te financieren. Want er wordt gewoon enorm verlies geleden. Voor die het kan leiden, die kan nog wel even voort. Maar voor wie het niet leiden, moeten we echt voorkomen dat ze om gaan vallen. Ja. Kijk, een gemeente kan best een aantal dingen doen. Er wordt in de hele stad gesproken over huurtarieven. Heel makkelijk. En ik snap ook dat iedereen voor keuze staat en geld maar één keer kan worden uitgegeven. Maar vrijstelling van huur tijdens deze periode waarin geen één podium inkomsten heeft, zijn allemaal gemeentelijke panden, dat zou enorm helpen. En dan ben je er voor de korte termijn, heb je nog problemen genoeg over. Ze zijn ook overal een beetje anders. Maar de grootste problemen liggen wat mij betreft op de lange termijn. Dat er op dit moment geen fundament is waarop je kan bouwen van ja, welke kant gaan we op. Eind van dit jaar moeten subsidietoekenningen voor de komende 4 jaar worden bekend. Nou, Alex schetste al Theater aan de Parade. Dat zijn grote beslissingen, langdurig. Daar moeten we met elkaar, want we gaan naar een andere. Maar dat theater, dat komt er, dat nieuwe theater. Dat gaat gewoon door. Ik denk dat aan de gemeente is om te doen. Maar ik denk dat we in totaal moeten kijken naar die infrastructuur. Wat is er over en wat wordt er van ons gevraagd? Alle dure grote projecten die op stapel staan, moet je kijken. Moeten we dat nog wel doen en moeten we het geld anders niet anders besteden. Dat zegt ik vind eigenlijk. Dat je dat die hele sector, in die hele culturele sector, moet bekijken. Maar je moet aan de andere kant ook meerjarig blijven denken. Kijk, het aantal afspraken die we in het verleden gemaakt hebben in deze stad, ook over de toekomst van het theater, die staan en die staan nog steeds. Die moeten zo blijven, zegt u. Dat snap ik dat u dat zegt. Ja, ja, we gaan naar de column van u van Makkelenberg. Die heeft het over Maria. Hebben jullie een beetje geloof dat Maria nog wat verlichting kan brengen in deze donkere tijden? Ik heb geen geloof, maar Maria en de Sint-Jan, dat is wel een bijzondere plek. Maria is onze buurvrouw en ik geloof nog steeds in wonderen. Dank jullie wel, Huub van Makkelenberg. We kennen in onze stad grootse evenementen als carnaval, jazz in Juketown, de caravans en Bourgondisch. Voor ieder wat wils. Het langst durende event staat er niet tussen. De meimaand. De maand waarin onze stad verandert in een pelgrimstad. Het zal waarschijnlijk aan velen van jullie voorbij gaan, maar het is een prachtige traditie. Voor gelovigen en ongelovigen. Het is een bijzonder beeld. In alle vroegte trekken de wandelende pelgrims vanuit de omliggende dorpen door de poldens richting de Sint-Jan. Korte broek, wandelschoenen en rugzakje. De diehards schuiven om 7:00 in de ochtend de kerkenbanken in en bidden hun weesgegroetjes. De rest steekt een kaarsje op bij Maria en zorgt dat hij om 7:05 op het terras bij de parade zit. Vanaf 7:00 klinkt het magische geluid van de trommels van de Gildebroeders door de straten. 7:00 is wat vroeg voor herrie, maar het hoort bij de stad. Mopper hierop heeft geen enkele zin. Genieten is het advies. Kijk naar de blikken borsten van de Gilde Koningen. Een prachtig gezicht. Op zondag zijn er in Sint-Jan 4 missen in de ochtend. Afgeladen vol. Het is bijzonder en dat alles om Maria te eren. Een eeuwenoude traditie. En juist de zoete moeder, Maria, hebben we in deze tijd heel hard nodig. Volgens de volkslegende zou het beeld van Maria in 1315 een nachtelijke rondgang hebben gemaakt in de stad, waarna de bevolking verlost werd van de pestepidemie. En nu dacht ik, zou het niet mooi zijn wanneer Maria nog één keer dit trucje gaat flikken. Maar nu ter verlossing van het coronavirus. Ik zeg, Maria, leef je uit en ga je gang. Tot morgen maar weer. Maria brengt voor veel mensen verlichting in deze tijd, maar ook jonge mensen kunnen voor oudere mensen nog steeds verlichting brengen, ook in deze tijd. In normale tijden brengen ze bij kameraden ouderen en jongeren samen om iets leuks te gaan doen. Lastig nu iedereen zoveel mogelijk binnen blijft. Daarom hebben ze iets nieuws bedacht, tv-kameraden. Wat wij nou doen, dat is samen een film kijken of
Of naar een sketch, of ja, wat dan ook. Wat ik het leuk aan vind dat je samen iets kijkt, is dat normaal gesproken zou je elkaar ook kunnen bellen en vragen hoe het gaat. Maar nu heb je echt een gespreksonderwerp en iets waar je van tevoren al mee bezig bent. Dus het is veel meer dan een gesprek. Nou, dan gaan we dat bespreken. Van ja, wat vind je ervan? Vind je het leuk, vind je het niet leuk? TV-kameraden geeft kijktips, maar daar hoeven de kameraden zich natuurlijk niet aan te houden. Wij zorgen voor een programmering. Dat is aan de ene kant een culturele programmering. Hè. Onze partners zoals de Verkadefabriek, Theater aan de Parade en Noord-Brabants Museum. Maar natuurlijk, mensen kunnen ook zeggen van ik kijk naar Boer Zoekt Vrouw of een Netflix-serie. De eerste deelnemers zijn er in ieder geval goed over te spreken. Als je dat samen afspreekt, ben je verplicht om naar bepaalde dingen te kijken. Maar ook daar verder dieper over na te denken. Omdat achteraf ga je dit soort dingen ga je bespreken. Hoe je naar zo'n film kijkt, ja, je kijkt allebei wel hetzelfde, maar hoe je hem interpreteert en dingen die je eruit haalt, die zijn wel heel verschillend. En dat maakt het wel interessant om die inzichten te delen met elkaar. Had u ooit gehoord van de Triple Pulse Squad? Ik niet, maar zo ziet er dat ongeveer uit. Welkom lieve Bossenaren bij weer een nieuwe oefening. Vandaag hebben we de oefening de Triple Pulse Squad. Ja, dat is een beetje een lange naam, maar het is een oefening voor je benen. Jordi die gaat de makkelijkste variant laten zien. Laat hem maar zien Jordi. Je gaat op schouderbreedte staan. Je zakt diep naar beneden. En je maakt 3 korte bewegingjes onderin en je komt weer omhoog. Je maakt 3 korte bewegingjes onderin en je gaat weer omhoog. Dit doe je 4 keer 12. Mocht je denken van nou dit is echt heel makkelijk. Dan kun je een wat moeilijkere variatie erbij doen. Namelijk een sprong. En ook dit doe je 4 keer 12. Heel belangrijk bij die sprong is dat je gelijk weer zakt, zodat je je knieën niet belast. Heel veel succes. Nou, het ziet er in ieder geval een stuk eenvoudiger uit dan dat je het uitspreekt, wat mij betreft. We gaan ook even kijken hoe simpel of ingewikkeld de tekening van Guus Ong er vandaag uitziet. Die gaat over onderwijs, klas, op afstand. Zo zouden we dat ongeveer uit kunnen zien. Ver genoeg in ieder geval van elkaar. Ik zag van de week trouwens in Schijndel hadden ze zo'n foto van een school waar iedereen in de klas zo ver uit elkaar zat. Dus blijkbaar kan het soms al wel. We gaan naar de uitzending van morgen, nummer 25 dus. Dan is onze burgemeester te gast, niet daarom, maar sowieso op vrijdag is hij te gast. Heeft u vragen aan hem, dan kunt u dat mailen naar ons corona@demediamannen.nl. Kan ook voor andere zaken, filmpjes, opmerkingen, vragen. Kan allemaal. Dankjewel voor het kijken en tot morgen de 25e dus. Dit was Kijk op Corona. In opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch en DTV. Vanuit de studio van de Mediamannen.